Hallo kijkers van Shine Sprites, ook mijn gloednieuwe aflevering van Kirby Return to Dreamland. Samen met Jordi van Super Guys. Hola. Hola. Kinder. Sora. Oeh, hoe hier ook. Snel aan. Fuck alles, invincibility frames, go. Nice. Nou, dat was deze aflevering. Nee. Ja, dat was deze aflevering. Ik ben wel zo scummy om het sommige series ook zo, sommige parts zo kort te maken. Maar ja, dit is net één boss fight of net één onzinnig dingetje, ja. Wat de snelheid zit in dit level, zeg, daar hou ik van. Ja, nu niet meer. Oh, ik heb hier zo'n paraplu hoorn. Ja. Ja, ik dacht van, ik zorg ervoor dat jij er makkelijker uitkomt, maar dat is uiteindelijk niet meer nodig. Maar wel weer door. Oh, je zit ook gewoon een hoorn. Ja, je moet even uitspugen. Oh. Of we terug, terug naar het begin van het level? Dat ging aardig af. Ja, precies. Ja, dit gaat ook prima. Dat is van die Kirby Masters. Ja, zo wel, ja. Wee! Is het criterium voor een zijn van een Kirby Master niet zo hoog, hoor? Nee, klopt. Maar alsnog. Ik loop daar een beetje met de sleutel ook naar. Ja, beneden. Daarom word ik zo snel mogelijk naar beneden toe. Zie je? En dan open ik deze deur. Maar niet die andere. Nice. Wel dan. Het is een 50-50 chance en ik kies de verkeerde, typisch. Heel sad. Oh, deze... Nee, deze hebben we al een keer gehad, hè? Ja, hier ben je zo'n ijskoon. Ja. En daar heb je van die ijspegels. Oh, daar wordt die gebold. De guacabold. Ja, als je eenmaal kan missen dit en op de juiste hoogte blijft, is het ideaal. Blijf je niet altijd, maar... Oh! Een sneeuwbol. Oké, jongens, was de kloof. Die kloof willen we natuurlijk wel even hebben. Ja, het is voor ons wel standaard iedere keer de manier hoe wij de energiebollen nog kunnen scoren. Ja. Zo, ja, we know, we gaan nou.
Tjak, 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 tjak. Even snel wat health items pakken. Oké, dan zijn we er ook al bijna doorheen, hè? Ja. Maakt niet uit. Wij gaan door, wij gaan door. En dan gaan we dood. Wauw. Wat een onzin. Ja. En ik geloof ik kan de pearls krijgen. Want wij geloven, het moet in één keer lukken en lukt het niet in één keer, ja jammer dan. Ja precies, dan kan je de pot op. Mm. Mooi is nu ook. We zijn wel levens kwijt. Nou, ik dacht van misschien hebben we net genoeg, maar niet dus. Anders hadden we weer levens erbij kunnen krijgen. Oh, ja. Goed, dan gaan we naar de bos. De bosje bos. Nee, er is geen bos. Wat? Kijk eens, er is geen bos. Je wordt genept waar je bij staat. Ja, level 5. Geen bos. Damn it. Oké, okay, die kant kunnen we dus niet op. Oh, dit is een soort Boos Castle, zeg maar. Mogelijk. Van Mario. Daar heb ik zin in. Een sleutel, die waren wij. Ja, voor je ijs of voor je fighter? Fighter. Oké. Okay. Pak hem aan. Ja, moet je hem kapot maken, maar... Oh. Dat nemen we aan. We kunnen niet verder, oké. Okay. Dan gaan wij daar maar weer langs. Oké, okay, wat is er hier te doen? Waar weinig. Omdat het niet gaat, ja. Mira mag geen power-ups meer. Ik kill alles voordat Mira zelf kan pakken. Kunnen we halen, ja. Nou, die mag gewoon hebben. Hey, Mira, was je er weer? Zeker. Oké, okay, is dit een tussenpad of is dit daadwerkelijk verder? Nee, want daarvoor heb je dat kanon dus nodig. Oh ja, natuurlijk. Dan kun je de pot op. Zei je toch, de game wordt wel moeilijk na verloop van tijd. Nou ja, moeilijk. Ja, je moet wel iedere keer je vaardigheden bewaren, hè? Dus vanuit die optiek is het moeilijk. Voor de completionist is het leuk, zeg maar. Mm. Ik denk net te laat, of niet? Ja. Wat had je dan? Ah, ik zag een kerk, ik dacht van, oh, misschien kan ik hem nog pakken. Ik heb het overnemen. Nice. Nou, dan weet je wat we moeten doen. Weer erin en eruit. Eruit en erin. Nee, dat was waarschijnlijk niks. Wat we hier wel hebben is... Onze grote vriend de Mac. Die zijn leuk. Nou, die is broken. Ja, net was de sleutel links, dus dan waarschijnlijk nu de sleutel rechts. Dat zou best wel videogame logic zijn. Oké, kijk eens, dat is nog waar ook. Jongens, de ballen. Jongens, laat me er door.
Oké, wat is ons volgende... Oh, fijn. Geen zicht. Hoe lossen we dat op? Lasers. Oh, kijk, ik kan ook wel zien. Kaasje, mijn laser. Ja. Yeah. Wauw. Kapot. Oké. Oh, het is zo donker hier. Een donker en een groot gat. Nee, typisch. Ja. Oké, wat hebben wij hier? En laatste sleutel. Nou, voor die laatste deur en die is hier beneden. Hoe oud is dit? Ja, festival. Dat was festival. Oh. Ja. Zo hadden wij power-ups en toen hadden wij helemaal niks meer. Nou, dat schiet op. Ja. Weet je wat ook opschiet? Dit level. Dus, hoppakee. Zo. Dan hebben we dat ook weer klaar. Bada bing, bada boom. Precies. En dan waarschijnlijk nu de baas. Nee, dit is normaal level 6. Ja, ja. Heel veel poespas voor een random level. Level 6. Nou, uit welke dingen kunnen we kiezen? Oké, zweep. Vuur, ninja. Weet je wat? Jij neemt dit zijn boksballen, hè? Oh, daar is een zweep. Nee, zand. Ik neem zand. Is toch geen zand? It's coarse and gets everywhere. Nou, vechten we tegen een sneeuwman. Nee, een yeti. Hier, heb je zand. Jij blijft aan die hoek, ik blijf in deze hoek. Hier, heb zand. Dit is gewoon Super Saiyan, dit is gewoon Dragon Ball. Kamehamehame. Nee, blijf gerust hier staan hoor, geen probleem. Nee, ik had over, de gorilla. Blijf gerust maar aan mijn kant staan. Dat doet de meeste damage. Want kijk eens even, hoppakee. Hoppatee. Nou, dat was de bos. Dat was die Boshy Bosch. Nou, heb je nu het embleem? Nou, druk dat het probleem op die boot.
Ja, alsof het een soort van sneeuwschuiver is, hè? Zonder embleem kan het niet. Hoppatee. Ja, dan is het alleen nog een zeil. Een zeilzeil. Een zeilzeil. Daarvoor gaan we naar wereld 5. Ja. Woep, woep. Het is je gelukt, mijn ding is bijna klaar. Ja, hartelijk bedanken. Even kijken, wat hebben we nog aan? Oké, die is open. Die is open. Maar die niet. Nou, oké, prima. Oké, laatste wereld, hoe heet die? Ik moet eigenlijk een plaatje even zien. Net had het dan weer niks met zoets te maken. Suikerberg. Oh, dus. Toch wel. Zonder dat ik kijk. Iets met cotton candy, hoe heet dat? Suikerspin. We hebben al suiker gehad, dus dat kan niet. Het zijn de tutti frutti toppen. Wauw. Mooi woord voor Scrabble, tutti frutti toppen. Zullen we vast veel punten krijgen? Ja. Level 1. De ballen. Jong. Dit ziet er kleurrijk uit in deze wereld. Mm-hmm. La, la, la. Oh. Ja, je moet wel blijven zweven, hè? Boomerang, boomerang. Meneer heeft weer zijn zweepje. Zweep. Kitsch. Nice. Ja, dat was ook echt mijn bedoeling. Ja, ja. Opvangen. Daar gaan we gewoon. Dat doen we gewoon hoor. Ja. Ik ben eigenlijk op zoek naar... Puyo? Ja, ik heb vleugel. Ik ben eigenlijk nog op zoek naar een van mijn favoriete vaardigheden, wiel. Okay. Dan ben je een wiel. Dat iedereen ook kan bij een wiel? Ik hoop dat ik kan sneller. Ja, we gaan hem omhoog. Speedrun! Oeh, speer of slash. Zeg maar. Dat is boemerang. Die is echt OP, wat de fuck? Nou, in dit level is die OP, want die ding kapot gemaakt, ja. Dat is fucking snel dus. Maar... Ja, gewoon even de speedrun modus omhoog, hè? Ja, what the fuck. Maar dit was een makkelijke. Pas met onze helft. Sowieso.
En toen niet meer, want vleugel beschermt je op zich helemaal eromheen, dus. Bal van onder. Ik ga even iets doms proberen hoor. Nee. Het hield je niet. Ik vind het geinig. Ik pak het op. Yeah. Ik geef het aan jou, maar jij hield er meer van. Net in mijn aars. Maar ja, invincibility frames bestaan niet in deze game, dus het zijn gewoon invincibility seconden. Hey, daar zijn we alweer. Nice. Volgend level. Ja. Een bonus spel. Leo. Hey, nice. Ding. Lekker bezig. Oh, dat is praktisch. Meteen een tomaat. Want tomaten hield volledig. Oké. Hoppatee, level 2. Zo wel geinig hoeveel ik kan spammen. Ja, oneindig. Doorheen. Hoppatee. Hoppateetje. Oh. Ah. Whee! Dat was nog eens een keer een explosie. Ja, dat was nog eens een kaboom. Oh, de lading heeft er last van. Ja, hij moet er veel dingen inladen, denk ik. Kan je erop gaan staan? Dank u. Oh ja. Sta er maar weer op, dan kom ik. Dan wil ik het wel, want jij kan met die bom dat ding kapot maken. Ga maar. Hallo. Je zet Megalo wel aan het werk, zeg. Oké, nu kan je mikken. Nou, what the fuck? Waarom doet hij het niet? Zal ik even overnemen? Ja.
Nee, je moet die bom raken daarna. Oh, het enige is. Wee! Een nutteloze ticket. En dan gaan wij weer door de poort heen. Met heel lange laadtijden. Dan over die. Alles gaat open. Recht open, recht open. We gaan allemaal open. Weg ermee. Dat is ook precies de reden waarom Bom eigenlijk geen goede ability heeft. Ja. Hey Megalore, geef je iets aan ons, dank u. Ben jij? Ja, pak hem wel. Dat is 1. Dat is 2. En deze niet doen omdat dit dan weer zo'n ding triggert. Ah, wauw. Ja, hé, hey, dan gaat het, dan wordt het te makkelijk, hè? Banzai! Oh, onze favoriete ding met de lichtbol. De lichtkogel. Goed gedaan hoor. Nice. Dan denk ik dat je nou net in de range bent van dat ding. Zo, weer een upje. Oké, die, onderste. Steeds meer dingen in de fik steken. Oh, cool. Is het toch niet allemaal geraakt? Of toch wel? Toch wel.
Nou, laatste klovier, laatste energieboel. Wat zit erin? We hebben een heel lange tijd van die moeilijke gehad en nu zo van oké. Nu is het op zich maar gewoon dingen bewaren en schieten. Zo. There we go. Oké. Okay. Hup. Hup. There we go. Nou, dat was dan naar verhouding makkelijker dan de vorige paar. Ja, nu mogen we een item kiezen. Item pick kiezen en dan is weer de enemy killer. Rots. En steen en pak maar de parasol. Niet de meest fijne ability tegen dit beest. Nee. Ja, maar dat moet ook, want die kan mij maar één keer raken. Wee! Blijf nou even 2 seconden stilstaan, dank u. Nou, die klaar. Hoppakee. Nice. Nice, nice, een tomaat. Jouw hielen. Wee, wee. Ding, ding, ding. Ding, 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 ding. Hoppatee, hoppata. Hoppatee, hoppata, hoppakee. Ik denk dat het einde van de aflevering was, hoor. Ja. Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. En dan zie ik je heel graag bij de volgende aflevering van Kirby. Return to Dreamland. Uiteindelijk kom ik er wel helemaal uit. Ja, de ballen. Adios.